Hey Leo, leuk dat je kijkt naar een video van Passion for Tarot. Dit is de combinatievideo. Algemeen en liefde voor de maand juni. Laten we vooral gaan kijken welke berichten ik mag doorgeven. Wat er gaande is, wat je kunt verwachten, welke inzichten ik mag geven. Vergeet vooral niet te liken en te delen. Help om mijn kanaal te laten groeien. We moeten naar de 1000 abonnees. Eerst algemeen, dan liefde. Dus vind ik een leeuw in de maand. Ik weet niet wat nog ik doorgeven. Leeuw in de maand. Verborgen diepte. Er komt iets aan het licht. Dit kan een geheim zijn of een herinnering ver weg gestopt in je geest. Wanneer we wat verborgen was laten zien, kunnen we bevrijd raken. Iets of iemand komt jou een verborgen diepte brengen. Komt jou een geheim onthullen. Waar zeggen. Je vermogen om waar te zeggen is nu extra sterk. Je bent in staat om je huidige situatie kristalhelder te zien. Ik heb het idee dat jij ergens op gewezen wordt door jouw engelen, jouw gidsen. Iets waar je al langer tegenaan loopt, waar je misschien zoiets op zo van, hoe zit dat daar? Mijn gevoel zegt dit en dit. En dat je nu eindelijk misschien een bevestiging van je gevoel krijgt. Samenkomen. Elfen zijn graag druk bezig en deze elfen laten je zien dat vele handen lichtwerk maken. Samenwerken zorgt ervoor dat het werk afkomt. Ontplooiing, steun, hoop en viering. Sla je vleugels uit en zweef. Verspreid je boodschap en laat je licht schijnen. Laat de wereld zien wat je waard bent. Heeft dit misschien te maken met de waarheid die jij gaat krijgen? Vraag om hulp, neem meer rust en koester jezelf. Blijf positief, het ergste ligt achter je. Richt je blik naar het licht. Het resultaat zal positief zijn. Vier je succes en geniet van wat je bereikt hebt. Uiteraard zijn niet alle kaarten voor iedereen. Neem eruit wat je eruit kan halen en laat de rest voor de rest. Ik heb het idee dat wat jij te horen gaat krijgen iets is wat jou ook verdriet gaat doen. Waarvan je misschien wel tegen jezelf gaat zeggen, zie je nou wel, ik heb het al die tijd goed gehad. En dan ontlaat ineens die emotie. Dan zul je steun van anderen nodig hebben. Jezelf moeten koesteren. En op het moment dat je dan die omslag omkeer krijgt, kom je ineens helemaal in die vibe van, oké, nu mag ik gaan ontplooien. Nu heb ik weer hoop voor de toekomst, want ik zat daar eigenlijk in vast. Vraag me toch wel wat het is, of dat ik daar meer over mag weten. En waar heeft dit dan mee te maken? Heeft dit met de liefde te maken? Of heeft dit te maken met een werkgericht iets?
Misschien kom je wel achter een geheim in de familie. Stilte. Als jouw leven in de buitenwereld rustig en stil is geworden, weet dan dat er veel gebeurt in jouw innerlijke wereld. Diep van binnen mengen het oude en het nieuwe zich. Ze komen samen en vormen dromerige, vloeibare creatie die de echte structuur van jouw wezen uitstraalt. Deze rust is het gevoel dat je hebt als je een droom of wens, als er een droom of wens aan zit te komen. Als dit gebeurt, blijf dan in de stilte. Zoek niet naar fysiek bewijs en vraag je niet af wat je moet doen om het te laten gebeuren. En hoe het zou gebeuren. Als je de stilte voelt, haal dan adem en ga naar binnen. Adem uit en ontspan. Laat de adem van het leven jouw hele wezen kalmeren, verlichten en verzachten. Laat de rust er zijn en door jou heen gaan. Vanuit die rust word jij zelf de prachtigste geluiden die je ooit hebt gehoord en gevoeld. Je hoort de fluisteringen van jouw hart. Luister en hoor je eigen wijsheid. Wat een mooie kennis. Er komt een verlichting aan. Dit gaat jouw verlichting brengen. Jouw intuïtie schreeuwt naar jou. En ik denk omdat je misschien niet durft te luisteren naar jouw echte waarheid. Of naar jouw waarlijke stem. Dat jij daarom twijfelt aan dat wat jij ziet. Of hoort of weet. Of wat je hebt vernomen. Voor de leer. Zeven van gedachten. Een situatie in je leven bracht je helemaal in verwarring. Maar nu is alles ineens helemaal duidelijk voor je. Of de waarheid je nu is onthuld door engelen, bekendgemaakt door een vriend of door jouzelf. Het voelt geweldig om wakker en bewust te zijn. Voel je vrij om te vragen of voor tijd voor jezelf als je daar behoefte aan hebt. Ook dit hier weer. Vier van actie. Door je harde werken en oprechte inspanning voel je je nu veilig, tevreden en financieel zeker. Je verdient het om rust te nemen en te genieten van het geweldige leven dat je hebt gecreëerd. Dit kan het moment zijn om een heerlijke gebeurtenis te vieren, zoals een verloving, een bruiloft, een aankoop van een huis of de geboorte van een kind. Misschien, ik kom hier nu even op, komt er wel boven dat er een zwangerschap aan zit te komen bij iemand. Een verborgen diepte, een samenkomen, een ontplooiing. Er komt een energie, een baby-energie. Misschien ben jij wel degene die een kindje verwacht, gefeliciteerd. Maar kan het ook zijn dat degene waarmee jij te maken hebt een kindje verwacht? Of krijg je nieuws te horen? Heb jij misschien al lang gevoeld dat diegene in verwachting is? En heb jij al vaker gezegd, jij bent in verwachting. En krijg je nu het nieuws van, ik ben in verwachting. Heb je al die tijd goed gezeten? 10 van overvloed. De hemel heeft je enorm gezegend. Je gezinsleden voelen zich met elkaar verbonden en zijn een eenheid. Voor de kinderen wordt goed gezorgd en als de tijd daar is, zul je comfortabel met pensioen kunnen gaan. Je hebt je gezin de waarde en de vreugde geleerd van het kunnen herkennen van goed en kwaad en je mag heel trots zijn op jezelf. Een nieuw begin. Je staat aan het begin van een wonderbaarlijke reis. Er is geen enkele reden om bang te zijn, want je beschermengelen wandelen altijd naast je op je pad. Je hebt de wereld unieke geschenken gegeven. En als je jezelf bevrijdt van dat wat je tegenhoudt. Nieuwe mogelijkheden zullen verschijnen, als je daar echt in gelooft.
Dit is voor de leeuw. Welke inzichten mag ik geven? Dat mag ik laten zien. Voor de leeuw zit ik in de maand in. Wat mag ik vertellen? Welke inzichten mag ik krijgen? Koning van Staven. Geduldig. Dit ben jij. Geduldig. Weet wanneer je tot actie moet overgaan. Behoud jezelf heel goed. Op de uitkijk. Heb ik het idee. Op de uitkijk. Kijkend naar... naar dat wat binnen mag komen. Koning van Zwaarden. Ben jij daar om iemand de les te lezen? Of heb jij te maken met een tweeling, weegschaal, waterman? En is deze persoon behoorlijk koud tegen jou? Munten 10 komt eruit en een kelken 5. Dit heeft in mijn beleving ook te maken van het met een persoon. Iemand hier kijkt weg van de huidige situatie. De ander is er helemaal klaar mee. Want het gelukkige leven, financiële voorspoed, je kan genoeg geld hebben, maar als je geen liefde hebt, ben je nergens. Want liefde kun je niet kopen. En dat levert emotioneel geen vervulling. Geld en rijkdom... geeft emotioneel geen vervulling. Geeft geen vervulling in jouw hart. Of in het hart van de persoon waarmee je deelt. Dus dit is de volgende situatie. Welke inzichten mag ik geven? Iets gaat gevierd worden. Kelk 3. En wat gaan we vieren? Wat gaan we vieren? Waar komt de kelk 3 voor? Mag ik daar meer over weten? Oké. Jij hebt enorm veel last gedragen. En heel veel mensen hebben geprobeerd om je onderuit te trekken. Er zijn meerdere mensen hier in dit, in deze verbinding. Ik krijg hier meer een bepaalde groep mensen doet iets achter jouw rug om. Zij drinken de wijn en jij draagt de lasten. Jij verricht al het werk. En hun doen net of ze keihard aan het werk zijn, maar het is slechts alleen maar gewoon doen alsof. Misschien is dit wel die verborgen diepte die eruit komt. Luister goed naar jouw innerlijk weten. Blijf geaard. Zorg dat je in balans bent. 1 voet in het water, 1 voet aan de grond. Want op het moment dat jij uit balans raakt, zal dit pad nog heel lang duren. Er is een zegening voor jouw opkomst.
Ik wil graag meer over deze situatie weten. Wat mag ik hier meer over vertellen? Waar heeft dit mee te maken? Er is hier een stiekem iets. In mijn beleving. Iemand gaat er met jou hier vandoor. Dit heeft alles te maken om geld, aardse zaken, financiën, carrière, opleiding. Dit is niet in de liefde. Dit is meer een carrièregericht iets. En iemand hier wordt flink in de maling genomen. En ik heb het idee dat jij keihard moet knokken om het geld te kunnen krijgen, zodat je keihard moet werken voor je centen. En dat er iemand in deze omgeving, in deze cirkel, geeft de munten die voor jou zijn weg aan een ander. Een soort vriendjespolitiek. Let op. Spirit, wat mag ik nog meer vertellen voor de leeuw? Koningin van Zwaarden. De hoge priester en de staven 9. Durf om hulp te vragen. En dan niet alleen aan engelen en dergelijke. Ik weet dat leeuwen hebben een enorme trots. Zet je trots dit keer opzij als je het even niet meer weet. Durf om hulp te vragen, want er zijn mensen die jou behulpzaam willen zijn. Maar let op en pas op met wie je wat deelt. Want het kan ook in je nadeel werken. Voor de leeuw speel ik volgende situatie voor de leeuw. Als iemand jou iets wil vertellen, gooi niet gelijk je muur omhoog, maar luister eerst naar wat deze persoon te vertellen heeft. Kijk hoor. Kelk 7, de toren, gerechtigheid, ridder van zwaarden, koningin van munten. Ja. Ik heb het idee dat er iemand in de moederlijn, of een dame in dit geval, jou de waarheid komt vertellen. Deze waren, iemand hier heeft enorm veel spelletjes gespeeld. Iemand hier is gemeen geweest, heeft verder gezocht dan zijn neus lang is. Als dit in een liefdessituatie is, ga je een van deze dagen te horen krijgen dat een persoon niet trouw was aan jou. Of dat jij, of gaat iemand misschien vertellen dat jij niet trouw bent geweest aan jouw partner in dit geval.
Er gaat een situatie gebeuren wat compleet boom, explosie. Maar het is allemaal voor het betere. Laat dit maar gebeuren, want dit is nodig, want je kan niet langer in deze situatie door blijven gaan. Dit kan zomaar een gevecht of een bekvecht situatie worden. Een ruzie. Goed. We gaan door naar de liefde. Een beetje opschudden in de batterij bij de leeg. Op naar de liefde. Liefde. Liefde op het eerste gezicht. Oké. Voor de leeuw in de liefde. Leeuw in de liefde. De maand juni. Wat mag ik vertellen? Wat is er gaande? Neem de kaarten zoals ze goed voelen voor jou. Als een kaart niet goed voelt, laat het gaan. Ga er niet aan hangen. Maak het niet van jou. Creëer niet die waarheid. Creëer geen illusies. Voor de leeuw in de maand juni. Spirit, wat mag ik vertellen? Leeuw in de maand juni. Leeuw in de maand juni. Hier komen. Verloving. Je liefdesleven komt op een hoger niveau van commitment. Blijf optimistisch over je liefdesleven. Positief denken en vertrouwen zullen je romantische liefde brengen. Onbeantwoorde liefde. Er is niet genoeg aantrekkingskracht, genoeg chemie om deze relatie gaande te houden. Kinderen. Kinderen hebben hun invloed op jouw liefdesleven. Afhankelijkheid. Verslaving beïnvloedt je liefdesleven. Als jij dit bent, stop met dit. Stop met dit, want er gaat geen liefde binnenkomen als jij in verslaving blijft hangen. Elkaar leren kennen. Als je je diepste zelf met elkaar deelt, wordt jullie band steeds hechter. Aantrekkingskracht. Je trekt romantische liefde aan door dit moment ten volle te genieten. Verloving hoeft niet per se te betekenen dat er iemand gaat verloven. Kan wel. Maar dit is voor mij meer een... Ja, misschien komt iemand hier wel vragen. Wil jij met mij verkering? Zijn wij een stel? Voor de singles en de mensen in relatie die het misschien even niet zien zitten, blijf optimistisch. Er is voor een aantal van jullie onbeantwoorde liefde. Geen wederzijdse aantrekkingskracht. Of misschien van de een wel naar de ander, maar andersom niet. Matchen jullie zielen niet met elkaar? Of zit het ego gewoon in de weg? Kinderen kan ook innerlijk kind. Heel je innerlijk kind. Afhankelijkheid, dit is wederzijds afhankelijkheid. Maar dit is ook verslaving, drugs, alcohol. Misschien heb je wel te maken met iemand die het vreselijk vindt dat je rookt. Elkaar leren kennen. Afhankelijkheid kan ook zijn het negatief denken over jezelf of je partner. Elkaar leren kennen. Open je mond. Aantrekkingskracht. Ken de wet van aantrekkingskracht. Wat je uitstraalt, wat je uitspreekt, is wat je aantrekt. Aas van munten. Munten 4. Kelken 3. Een nieuw aanbod. Wat ervoor zorgt dat... Nou... Jij misschien wat voorzichtiger wordt... Misschien is er iemand die achterom kijkt en die zegt, nou, ik heb het er niet zo op dat er zoveel mensen naar jou kijken. Ik ben misschien een beetje jaloers. Ik wil met jou in zee gaan, zodat ik zeker weet dat jij van mij bent.
Laten we samenwerken. Hier komt vooral ook een vooruitgang. Een vooruitgang in een situatie. Staven 10. Gaat weglopen van iets. Van waarschijnlijk een kreeftenvis of een schorpioen. Maar iemand die wel emotioneel vervullend was. Of waar jij misschien wel emotioneel van vervuld was, maar diegene voelde zich niet meer aangetrokken tot jou. En loopt daarom van jou weg. Deze persoon of jij zit vast in gedachten. Vast in ego. Vast in het hoofd, denkt niet met het hart. Volgende situatie voor de leeuw. Leeuw in de maand juni. Iemand keert terug. Oeh, wauw. Kelke 10 en kelke 6. Iemand uit het verleden keert terug. En wie is die persoon dan? Iemand die oprecht liefde heeft voor jou. Ik heb ook het idee dat er hier iemand, dat ik hier te maken heb met iemand die de ene situatie moet gaan laten varen om het geluk binnen te kunnen laten komen. Dat op het moment dat je de ene situatie laat gaan, dan komt de situatie waar je eigenlijk altijd van gedroomd hebt binnen. Ja. Schildknaap van zwaarden, staven 4. Voor een aantal is dit inderdaad een verloving. Wil je met me trouwen? De vraag. Wil jij met mij samenwerken? Ja, zeker weten. Voor veel leeuwen wordt juni een mooie maand. Schildknaap van kelken 5. Iemand zit helemaal in zijn hoofd over een bepaalde situatie. Kom daar even uit. Ga denken met je hart. De kelken die je niet meer nodig hebt, dien je om te gooien. Kom even tot jezelf voordat de duivel met jou aan de haal gaat. Voordat jouw ego met jou aan de haal gaat. Jij zal even terug met beide benen op de grond moeten gaan staan om te gaan. Weten wat jij, om te voelen en te weten wat jij wilt in de liefde. Zon gaat schijnen. Positieve vibes, gerechtigheid. Kijk eens even, het laten zakken van je muren. Blijf niet in angst, want je verzuipt erin. Voor een aantal van jullie nieuwe liefdes. Voor een aantal van jullie het beëindigen van liefde. Weet dat achter ieder einde een nieuw begin komt. Spirit voor de leeuw, wat mag ik doorgeven? Wat mag ik doorgeven uit dit deck? Je bent te betrokken om dingen duidelijk te zien. Neem een beetje afstand, dan zie je de dingen vanuit een ander perspectief. Door emotioneel afstand te nemen van de situatie, zie je duidelijk een eenvoudige oplossing. Vanuit het perspectief van je ziel is dit leven niet meer dan een bladzijde in een oneindig verhaal waarin jij en de mensen om je heen allemaal jullie eigen rol moeten spelen. Maar vergeet niet dat deze rol niet de ware jij is. Want jij bent veel meer dan je persoonlijkheid en je huidige omstandigheden. Jouw echte onsterfelijke ik is niet te omschrijven. Voor de leeuw. Voor de leeuw. Positieve affirmaties voor de leeuw.
Nou, oké, okay, vooruit. Kom er maar uit dan. Oh. Als ik eruit wil, wil ik eruit. Eens kijken. De energie van liefde geeft me de juiste woorden om mijn stem te laten horen. Compassie als het tijd is om te vergeven en kracht als ik verdwaald ben. Niets is sexier dan jezelf zijn. Als ik me afstem op liefde, weet ik welke richting ik op moet met mijn leven. Als ik me verbind met mijn innerlijke vreugde, zal het universum mij ondersteunen. Ik kies altijd voor liefde, ongeacht wat er gebeurt. Ik verontschuldig me niet voor mijn verlangens en voor mijn focus op groei. Heb je te maken met iemand die jou klein probeert te houden? Go. Ga. Want jij hebt wel de ambitie om te groeien. Als ik vertrouwen heb in het universum, zal ik innerlijke vrede ervaren. Zeker weten. Goed, Leeuw. Dit was jouw lezing. Check even de Facebook. De Facebookpagina voor de geschreven lezing. Als je dat nog niet hebt gedaan. Mocht deze niet met jou resoneren, misschien die wel. Don't forget to like and subscribe. We moeten naar de 1000 volgers, dus help me grow. Naar de 1000 abonnees op het YouTube kanaal. Dus doe je best. En hopelijk zie ik jou bij de volgende video weer. Groetjes, doei!